In Broek in Waterland zijn er verschillende initiatieven gestart om de mensen in de vitale beroepen te helpen. En in een van die acties was het inzamelen van vuurwerkbrillen en mondkapjes. En hier heb ik de eerste oogst. En die ga ik persoonlijk even langsbrengen bij onze eigen huisarts, de heer Tetjou. U bent overigens ook mijn huisarts. Ik woon hier ook al 2,5 jaar, maar we hebben elkaar nog niet eerder ontmoet. Zo houden we Ja, precies. Er zijn veel initiatieven geweest in Broek in Waterland, waaronder het inzamelen van vuurwerkbrillen en een aantal mondkapjes. Dit is de eerste oogst, die gooi ik even naar jullie toe. Dankjewel. Okay, super. Dankjewel, dat kunnen we zeker goed gebruiken. Ja. Ja. Hoe is het nu? Jullie staan wel allemaal gezellig naast elkaar, zou ik bijna zeggen. Maar geen anderhalve meter afstand. Nee, dat is lastig om hier in de praktijk die anderhalve meter afstand in acht te nemen. Want we moeten constant overleggen en nee, dat is gewoon niet te doen. Gelukkig hebben wij geen van onze vieren, hebben we klachten van onze bovenste luchtwegen of die zouden kunnen passen bij corona. Ja. En wij hopen dat zo lang mogelijk zo te houden. Ja. Hoe is het op dit moment in de praktijk? Is het drukker dan ooit of is het juist rustiger? Nee, het is wel heel druk. Ja? Het is hectischer. Heel druk. Hectischer. Het is gek. Het is een andere drukte. Veel telefoontjes. Kijk, patiënten worden geadviseerd om niet naar de praktijk te komen. Ja. Dus aan de telefoon is het gigantisch druk. Alles proberen we telefonisch te doen. Op onze website staat er ook heel veel informatie en wij hopen dat als patiënten ook deze film zien, dan ook echt naar die website gaan. We willen zo min mogelijk mensen binnen hebben. Ja. Ook ter bescherming van de patiënt, maar ook ter bescherming van ons natuurlijk. Want wij hebben thuis ook onze gezinnen natuurlijk. Ja, maar als er nou iemand die zegt ik heb last van ontstoken darmvlokken, kan die dan nu wel weer bij u terecht? Ja, dan is het de bedoeling dat ze eerst bellen, het wordt telefonisch beoordeeld. En dan beoordelen wij of zo'n patiënt gezien moet worden. Ja. Moet zo'n patiënt gezien worden, ja, dan moet de patiënt komen. Die krijgt een afspraak op een bepaald tijdstip. De patiënt komt binnen, wij trekken onze beschermende kleding aan. Ja. Patiënten waarvan de verdenking is dat ze corona mogelijk hebben, die worden dan verwezen naar een speciale locatie in Purmerend. En daar worden zij dan beoordeeld door artsen die dan in complete beschermende kleding daar zitten. In feite is het ook zo dat eigenlijk iedereen nu met bovenste luchtwegklachten passende bij corona eigenlijk beschouwd worden als mogelijk zijnde corona positief. Ja. En dat is dus onder andere omdat er inderdaad geen testmogelijkheden zijn. Dus ja, alleen de patiënten die daadwerkelijk opgenomen worden in het ziekenhuis of kwetsbare, vanuit daar wordt dan nog wel getest. Ja, maar hebben jullie enig beeld van hoeveel mensen er nu vanuit Broek in Waterland naar die locatie in Purmerend zijn gegaan? Minder dan 10. Kijk, dat zijn de mensen die dan met verdenking corona, bovenste luchtweginfectie, die dan ernstig ziek zijn, waarvan je denkt van dit moet beoordeeld worden door een arts. Mm-hmm. Alleen die worden verwezen naar die speciale post in Purmerend. Mm. Er zijn ook mensen bijvoorbeeld die trombose hebben, die komen dan hier ook regelmatig. Ja. Gaat dat allemaal gewoon door? Ja, de controles door de trombosedienst, door het SALT, het lab die dan 2 keer in de week hier in de praktijk komt, zij komen niet meer en de mensen die dan gecontroleerd moeten worden, die de bloedverdunners gebruiken, die worden dan thuis geprikt en dat regelt de trombosedienst rechtstreeks met die mensen. Oké, okay. En hoe zit dat met medicijnen, want die recepten enzovoort, hoe wordt dat nu geregeld? Nou, de medicijnen kunnen de patiënten gewoon bestellen. Ze kunnen het ophalen hier in de praktijk, maar wel 1 voor 1 naar binnen. Ja. Als een patiënt bij het loket staat, moet de andere persoon even buiten wachten. Als de patiënten de medicijnen niet op willen halen in de praktijk, dan kunnen we het ook aan huis leveren. Zijn er voldoende beschermende middelen? Ik denk dat het voornamelijk het probleem is, hoe lang gaat het nog duren? Ja. En in principe, voor nu, voor wat we nu nodig hebben gehad, in principe wel. Denk ik, in het begin was het natuurlijk het probleem dat bepaalde dingen niet te leveren waren. Mm-hmm. En heel veel nog steeds niet. Nog steeds niet inderdaad. En heel veel gelukkig ook door giften van mensen uit de buurt. Nou, uit de gemeenschap. Jullie, dat er toch wat mondkapjes zijn. Onder andere, ja. Maar in het begin, toen heel veel dingen niet te leveren waren, hè, dan moet je een beetje innovatief zijn. Dus dan bij de gamma, karwei, dat soort dingen, dan schilderoverals en mondkapjes. Aangeschaft, zodat er in ieder geval iets is waarvoor je jezelf dan nog zou kunnen beschermen. Ja. En het belangrijkste daarom is ook dan die post, omdat je op die manier dus ook als zeg maar huisartsengroep van de omgeving bespaart op de beschermende kleding, zodat je niet bij elke patiënt volledige beschermende kleding gebruikt. Nee, dan gaat het heel snel. Ja, precies. Ja. Dus dat is eigenlijk voornamelijk de reden ook van het centraliseren van die zorg. Ja. We doen er alles aan om die curve te flatten in Broek en Waterland. Volgens mij houden heel veel mensen zich daar aan.
Dat zou natuurlijk een hoop kunnen schelen in hoe druk het wordt. Als dat zo rustig blijft en iedereen blijft hier redelijk in het dorp, ja, dan kunnen we als gemeenschap het best beperkt houden. De mensen houden zich aan de voorschriften en de regels. Blijf gezond en heel veel sterkte en succes. Jullie ook. Jullie ook.